Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Cafeetje op het plein. Ik ben trots op deze stad, trots om in Almelo te zijn. Zwart en wit is Heracles, een thuis voor iedereen. Een club om voor te leven, nee je staat hier nooit alleen. Samen naar de voetbal, ons Heracles dat is top. Wat er ook zal gebeuren, deze club staat bij ons voorop. Omgeven door water en groen.
Ja, we zien hier de multitooltrack en daar zijn we er 2 voor aan het bouwen. En de eerste die gaat volgende week wat testproeven doen. Maar ze zijn allebei al verkocht. En na de testproeven hopen we deze eerste machine natuurlijk zo snel mogelijk uit te leveren. En vlak daarna zullen we nummer 2 afbouwen. En de verwachting is dat die na de zomer naar de boer toe gaat. Wij denken dat elektrische tractoren inderdaad de toekomst is, zoals in vele toepassingen. We zien het in auto's, we zien het in scooters, zelfs in motoren, op boten. En ik denk dat uiteindelijk elektrisch ook voor de landbewerking een goede toepassing is. Er zit heel veel vermogen bij weinig toeren. Ik hoorde iets van een drone voor gewasbesproeiing. Ja, ook de drone is elektrisch. We zijn inderdaad met een grote drone bezig voor agro-toepassingen. We kunnen 150 kilo met die drone meenemen. Dus het is een vrij grote drone. Maar dat maakt dat die gewoon veel toepassingen heeft. Je kunt ermee sproeien, je kunt denken aan lichte bemesting. Uiteraard ook camerabeelden maken. Maar goed, dat doen al heel veel partijen ook met kleinere drones. Daarnaast zijn we met dezelfde drone bezig voor de brandweer, zeg maar. Voor bluswerkzaamheden. Maar ook voor defensie. Denk aan beservicen van bevoorraden van afgelegen gebieden. Waar je er toch slecht naartoe kunt met kolonnes door allerlei gevaren op de weg. En in ultimo, zeg maar, uiteindelijk ook repatriëring van mensen uit het veld. We zijn ook met een vliegwielsysteem bezig. We moeten denken aan een soort van grote batterij. In de vorm van een kinetische batterij. Dus we zetten elektrische energie om naar kinetische energie in een draaiend wiel. En vervolgens werkt de motor als een dynamo. En dan halen we de energie door het wiel af te toeren er weer uit. En het systeem heeft in de totale cyclus van energie opnemen tot weer afgeven een rendement van 95%. En we kunnen ongeveer een megawatt leveren bij een inhoud van een vliegwiel van ongeveer 50 kilowattuur. Uiteindelijk is het vliegwielsysteem niet erg geschikt voor, zeg maar, 24 uur energie opslaan. Is het meer voor de kortstondigere toepassingen. Denk aan enkele uren of zelfs op secondenbasis. En dan hebben we het vooral over echt peak shaving. Dus het afvangen van pieken in netten. Wat interessant is voor netbeheerders. En u bent dan weer een hal aan het bouwen. Ja, dat is inmiddels de 4e hal. Die is puur bedacht voor de vliegwielenproductie. We doen dat ook in een joint venture. We hebben in de joint venture inmiddels de eerste commerciële contracten ook gesloten. Wat uiteindelijk de enigszins gok, maar dat moet je als ondernemer af en toe doen, die we genomen hebben, hiermee ook bevestigd is dat we het hadden moeten doen. Want de eerste order ligt er, ja. Dus voorlopig kunt u in Almelo nog vooruit? Voorlopig kunnen we nog even vooruit. Er is zelfs nog de mogelijkheid voor wat extra hallen. Dat moeten we een beetje bij de gemeente overleggen, maar dat gaat allemaal goed komen, denk ik. Ik heb vandaag mezelf laten 3D printen. En hij is nu aan het printen en volgens mij is hij bijna klaar. Ja, ik vind het geweldig. Het is echt heel leuk. Ik heb heel veel mensen ontmoet. Ik hou zelf heel erg veel van Amerika. En er zijn ook mensen uit Amerika gekomen waar ik echt praatjes mee heb gemaakt en zo. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Wilma Jurg, directeur van het Makersfestival. Wat is er hier vandaag op het Indië-terrein aan de hand? Op het Indië-terrein zijn vandaag de Play and Learn dagen. En dat betekent dat we in de ochtend hebben 600 leerlingen van allerlei scholen uit Almelo hier gehad. En die hebben aan heel veel workshops meegedaan, hebben dingen gemaakt, hebben dingen beleefd, hebben ervaringen opgedaan, daarover gereflecteerd. En in de middag hebben we een mini-makerfestival en dat is open voor publiek. En nou, daar kunnen jonge kinderen, maar ook oudere mensen allerlei activiteiten ondernemen. Variërend van het programmeren van robots, het leren 3D-printen, het leren scannen van een hoofd, het leren maken van tassen van oude paraplu's. Eigenlijk heel breed. Ik ben eigenlijk heel erg trots op de technologie van tegenwoordig. Ga je zelf de techniek in?
Nou, net iets daarnaast. Ik ga bezig met computers, ICT, MVI oftewel MVI, ja. En ik ga de computerwereld in, kijken hoe, leren hoe computers werken, programmeren. En ja, programmeren en zo, hè. Maar wat vond je nou het meest interessant hier? Toch wel de 3D-print. Dat vond ik toch het meest interessant. Dankjewel. Alsjeblieft. Het grote festival is in Enschede. Het festival is zaterdag en zondag. En ja, daar is eigenlijk een veelvoud van wat er hier vandaag te doen is, is daar een veelvoud van activiteiten te zien. Het is nu het derde keer dat we het organiseren. We zijn begonnen in Hengelo. Het tweede jaar hebben we in Enschede gedaan. En nu hebben we besloten, we heten Makersfestival Twente en we gaan heel Twente overnemen. In Enschede waren afgelopen jaar, als je ook de onderwijsleerlingen meetelt, rond 11.000 bezoekers. En wij verwachten dit jaar daar ver overheen te gaan komen, omdat we alleen vanuit het onderwijs al 2.500 leerlingen hebben. We hebben 2 middagprogramma's, 1 in Almelo en 1 in Hengelo. En dan hebben we een heel grote, we hebben een enorme ruimte, 2.500 vierkante meter, in de Polaroid in Enschede. Ik wilde die beide heren graag even naar voren halen. Waarbij jullie kunnen zien wat het dan werkelijk heeft opgeleverd dit jaar. Niet voor onszelf, niet voor de sport, maar voor de mensen in onze gedachten, voor mensen dicht bij ons. Voor die ene persoon waarmee wij verbonden zijn, iemand met kanker. Elke meter is een ode aan die persoon. Dit doen wij. Voor hen. Before we do the prize. Ja, dan ben je onwijs blij dat er bij het eerste internationale toernooi ook echt buitenlandse ploegen ook aanwezig zijn. Buitenlandse ploegen, waar komen ze weg? Voornamelijk Engeland, want in Engeland is het ook ontstaan en is het onwijs populair. Ik dacht nu 484 clubs zijn daar aangesloten aan de voetbalfederatie. We hebben ook teams uit België en uit Duitsland. Hoeveel teams nemen er in deze dagen deel aan dit toernooi? Dat zijn er 28. Nu zijn de finale rondes, dus ik kan het nog niet helemaal zeggen. Maar je ziet wel dat de Engelse walking voetballers, ja, die doen het al wat langer. Ja, die komen ook wel naar boven tijdens het toernooi. Ik moet zeggen, ADO Den Haag zit altijd wel bij de finales. En als ik zo kijk, dan zie ik ook Irinsum en Go Eagles ertussen zitten. Ja, het was heerlijk om te doen, hè. Je komt op een leeftijd en kun je heerlijk nou even nog een beetje voetballen. Dat ging perfect. Jos? Hoe lang ben jij al lid van de Goldstars? Ik ben lid van het begin, dus 2014. En het bevalt me nog steeds goed, dus wat dat betreft, de vriendschap is zeer groot. En we zijn een gezelligheidsteam natuurlijk, hè? Ja, gisteren was 3x20 minuten. En dat was vrij zwaar, hebben we ook tegen de nummer 2 gespeeld. Dus hebben we alles gegeven. En dan kom je de andere dag en dan een beetje stramme spieren. Want de conditie is, of de training is er niet na dat we dat kunnen doen. Maar verder, ja...
Het is walking voetbal, dus het ging verder prima. Ik vond het mooi. Sowieso leuk. En kijk, als je de bal laat gaan en aannemen spelen, dat is heel ideaal zijn. Maar we moeten op het moment nog dat hard werken, omdat we nog niet goed genoeg zijn. Ze spelen een stuk ruwer. Ze schuwen het lichamelijk contact niet, vooral die nummer 2 zijn. Die zetten het lichaam er gelijk in. Maar ja, ze zijn daarna wel weer sportief. Maar het was even wennen in het begin. Contact is eigenlijk niet toegestaan. Maar ja, het staat allemaal in de kinderschoenen. Dus de scheidsrechters weten het ook allemaal nog niet goed hoe ze ermee aan moeten. Onze eigen resultaten beviel me best goed. We zijn 12e geworden. Dus ik neem aan dat het voor ons doen is dat te doen. Ja, is het verder goed? Ja. Ja, wij trainen één keer per week, hè, dus woensdags. En dan zijn er verschillende toernooien in het land, zeg maar. En daar doen we dus ook meerdere ervaringen op. Ja. Gisteravond was trouwens een grandioos feest in Preston Palace. Dat is gewoon, ja, dat is iets extra's. Met zoveel mensen en met die Engelsen. En dat was erg gezellig. De wedstrijd er nog tussen van Heracles. En ja, was hartstikke goed. Even op inhaken wat hij net zei, maar er zijn wel mensen die zijn toch wel met de derde helft bezig, ja. En dat is zeer gezellig, dat is zeer gezellig. Dat bevalt heel goed. Ja, nou, het is voor mij een hele prachtige 4-5 dagen, of ik denk ongeveer 4 dagen dat ik nu meemaak. Heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Dan heb ik het over dat we ons hebben gekwalificeerd voor play-offs, voorrondes en de feesten daarna. De ontvangst toen we hier aankwamen bij het stadion na de wedstrijd. Gisteren natuurlijk tijdens de huldiging. Dat zijn dingen dat ik nooit vergeet. En als ik vandaag ook mag, als ik vandaag wat verkozen tot de beste speler van Heracles. Ja, dat maakt eigenlijk de puzzeltje compleet. En ik ben daar echt trots op. In het begin van het seizoen had ik het niet verwacht. Want ik heb 2 jaar hiervoor heb ik het niet echt 100% goed gedaan, vond ik. Heb ik het helemaal niet goed gedaan. En ik zou nooit weten dat ik zo'n seizoen zou draaien. Maar ergens aan het einde weet je wel dat je heel erg tevreden mag zijn over je eigen prestaties. Dus ik had het wel ergens kunnen verwachten dat het zou kunnen gebeuren. Maar uiteindelijk, vandaag heb ik de bevestiging gekregen dat het zo is. En daar ben ik apen trots op. Ik denk toch wel de laatste wedstrijd. En dat is dat je veilig hebt gespeeld om uiteindelijk mee te doen aan Europa League. Want dat is geschiedenis geschreven hier bij Heracles. Dat wil zeggen dat wij in de boeken gaan. En dat er over een paar jaar, over 100 jaar, misschien nog steeds over ons wordt gesproken. Dat wij de eerste waren die ervoor hebben gezorgd dat de club Heracles in Europa mag voetballen. En als je dan ziet hoe trots wij de supporters maken, de clubleiding, voorzitter, directeur. Ja, dan is het echt fantastisch om mee te maken. Maar geluk is niet, het is niet zo dat je geluk zomaar krijgt. Je moet het verdienen. En het is ook een. Het is trainbaar, vind ik. Kan je wel heel raar vinden. Hoe kan je nou geluk trainen? Ik vind dat kan. Want weet je, het is geluk om meestal als je de hoop nu opgeeft. En daar komt er geluk zeker bij kijken. Omdat je weet van een moment gaat kunnen vallen dat wij een goal kunnen maken. En je noemt het net zelf op dat we heel vaak met maar 1-0 hebben gewonnen tijdens een uitwedstrijd. Onverdiend. Maar wij blijven erin geloven tot de scheidsrechter eigenlijk de wedstrijd afsluit. Blijven wij erin geloven dat wij een goal kunnen maken. En dat laten wij denk ik elke wedstrijd zien dat we heel gevaarlijk kunnen zijn met de kans die we krijgen. En nogmaals, geluk, ja, dat telt mee. En uiteindelijk heeft dat, ik wil niet zeggen dat het daardoor komt, maar dat heeft ons uiteindelijk wel een beetje geholpen om uiteindelijk te staan waar we nu staan. Paar maanden geleden heb ik tegen de voorzitter gezegd dat ik niet open stond voor een verlenging. Maar ik heb wel gezegd, als we Europa ingaan, dat ik zeker ga luisteren naar wat hij te bieden heeft. En dat ga ik zeker ook doen. Alleen ben ik wel een speler die heel graag een stap hoger over wil maken. En wanneer dat is, ja, dat zie ik dan wel. Maar ik heb wel gezegd dat het liefst nu zou kunnen gebeuren. En daar sta ik ook open voor. Maar nogmaals, ik ga luisteren. En als ik hier blijf, is het zeker geen straf. En als ik blijf, dan hoop ik ook gewoon dat ik met de voorzitter eruit kom om een nieuw contact te tekenen. Want dat vindt de club wel. Ik heb een aantal leuke momenten meegemaakt. Dat zeker een hoogtepunt waard is. En ik zeg dat dit jaar zou ik nooit vergeten. En ik hoop dat ik dit later tegen mijn kinderen kan zeggen. Wat ik allemaal heb meegemaakt hier. En wat wij als team hebben bereikt. En hoe het was om in een nieuw stadion van Heracles te voetballen. Want dat heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Hoe het was met die supporters hier. Hoe het was in het leven in de Overijs. Want dat is natuurlijk ook een hele mooi verhaal. Een hele boek die ik kan schrijven eigenlijk hoe het hier was. Dus het zijn zeker dingen die ik zeker meeneem naar later toe. Blijven altijd achter Ilias Bellazzani staan. Dat waardeer ik enorm. Dankjewel.
Doorloop van ons stuk In de band van Elisabeth. We hebben vandaag de eerste acte en we zijn in de kapel van Hof 88. De eerste acte van ons stuk speelt zich hier af. En we gaan eigenlijk drie keer het deel voor de pauze, dat noemen wij dan de eerste acte, gaan wij spelen. Ja, dat we hier met kleding zijn, hebben we alles wel eerder gehad, een eerdere doorloop, maar niet zo uitgebreid als dat we het vandaag hebben. En we zijn vandaag ook veel verder in de repetities. Dus we gaan het nu echt aan elkaar lassen. Alle losse stukjes die we het afgelopen jaar geoefend hebben, die gaan aan elkaar. Want als je hier de zaal in kijkt, dan is de opstelling heel anders dan bij een concertopstelling, hè? Ja, klopt. We moeten 160 mensen kwijt. En we spelen dit stuk op drie plekken. We beginnen in de tuin. Daarna gaan we naar de kapel en na de pauze zitten we in de theaterzaal. En al die mensen moeten natuurlijk overal bij zijn. Dus het is passen en meten hoe we die mensen in de zaal krijgen, maar het lukt. Eigenlijk doet het publiek mee in dit stuk. Ze lopen mee, ze worden meegenomen. Het hoort bij het stuk dat mensen meegenomen worden. Dus er is niet iemand die achter de schermen zegt, jongens, je moet mee. Nee, de acteurs nemen de mensen mee. En ja, dat gaat vanzelf. Ze krijgen natuurlijk een band, hè, met de speler. Zeker, en dat is ook het leuke van Hof 88. Bij Hof 88, wat wij nu doen, komen we heel dicht bij de mensen, het publiek. Ze zien alles, ze zien alle emoties, ze zien alles. Dus wij moeten daar ook heel erg op getraind zijn, hè, dat mensen dat zien. Je moet altijd in je rol, in je type blijven. Maar dat betekent voor mensen ook dat het dichterbij komt. En je bent echt onderdeel van een voorstelling. U bent nog steeds druk in de weer voor Servus? Ja, ik ben nog steeds druk in de weer. Maar ik ben ook sinds 90 ben ik dus erelid hier van de vereniging. Op dit moment ben ik het enige erelid eigenlijk. Hoe lang bent u al lid? Hoe lang? Nou, 31, 32 jaar. Wat betekent Servus eigenlijk voor u? Oh, het was voor mij een openbaring eigenlijk. Ja, dat was het wel. Het gaf van mij meer als andere zang. Hè? Het Servus geeft voor mij eigenlijk alles. Ja, ik bedoel ook de omgang met alle mensen. Ook het door elkaar, mannen en vrouwen. Dat vind ik ook leuk. En alles uit het hoofd natuurlijk. Hè? Maar kijk, ik ben 92, maar dit, hè? Dat is het geheim van Servus. Nou, we spelen op 9, 10 en 11 juni 2016... We hebben 4 voorstellingen totaal. 3 van de 4 zijn uitverkocht. Dat zijn alle voorstellingen van de avond.
En de middagvoorstelling van zaterdag 11 juni, daar zijn nog wat kaarten voor. Hoe laat begint die? Die begint om 14:30, 's middags. Dat is een echte matinee dus, hè? Dat is een matineevoorstelling, is gewoon precies hetzelfde als alle voorstellingen. Maar 's middags, ook voor jongere mensen, kinderen, geschikt. Dus